Er is waarschijnlijk niet één automobilist geweest die niet nog juist voor het ingaan van de distributie zijn tank tot aan de rand heeft laten vullen. Geschat wordt dat er op die bewuste vrijdag zo'n 60 miljoen liter benzine is verkocht. En het gevolg was dat het de maandag daarop in het woon-werkverkeer bijna net zo druk was als anders. De spoorwegen hadden evenals een week eerder, toen het allemaal niet was doorgegaan, tal van extra treinen ingelegd. En in de ochtendspits bleek dat niet helemaal overbodig. Op sommige trajecten was het aanbod van reizigers tussen 15% en 20% hoger. De meningen onder de passagiers die voor het eerst in lange tijd weer de trein hadden genomen, waren nogal verdeeld. Nou, ik vind het erg druk. Liever met de auto. Als het in de valt, dan geloof ik wel dat de trein toch wel een uitkomst is. Ja, het is ontzettend druk op de wegen en zo. En, het zou best eens kunnen, ja. Op de stations beoordeelden mensen die dagelijks met de reizigersstroom te maken hebben de situatie op die eerste distributiedag heel verschillend. Erg rustig. Eigenlijk geen verschil met andere dagen. Nou, zeker de helft drukker hoor. Het valt echt tegen. Ik vind het helemaal tegenvallen alles. Het is mogelijk dat het openbaar vervoer in de komende weken meer te doen krijgt. Maar als de benzinetoewijzingen op de bonnen ook maar een beetje ruimer worden, bestaat er alle kans dat er wezenlijk maar weinig gaat veranderen. Enfin, we zullen het wel zien.